En het telecommunicatiebedrijf Suriname, TeleSuri, heeft vanmorgen een e-waste project gelanceerd bij haar filiaal aan de Sonnebloemstraat. E-waste is op milieuvriendelijke manier verwerken van elektronisch afval. Het inzamelen van het e-waste materiaal is kosteloos en geschiet in een gesloten inzamelbak. Janice Asraf, manager corporate communication van TeleSuur, geeft aan dat het bedrijf lid is van de Kanto die oproept tot bescherming van het milieu tegen e-waste. Daar de rest van de regio e-waste al heeft aangepakt, kan Suriname, met name TeleSuur, niet achterblijven bij deze ontwikkeling, zegt Asraf. Met e-waste materiaal bedoelen we mobiele devices, laptops, tablets en dergelijke. Om te voorkomen dat die in het milieu terechtkomen. Dit soort materiaal is gevaarlijk voor zeg maar flora en fauna. En TeleSuur vond dat ook dan een heel bijzonder project om te ondersteunen. Ook omdat TeleSuur lid is van de Kanto en wij dus ook in dat kader daarbij betrokken waren, hebben we ook besloten om dit in Suriname te implementeren. TeleSuur is zich steeds bewust van zijn rol in de samenleving en ook is al een tijdje ook bezig met op verantwoorde wijze verwerken van dit soort afvalmateriaal. En nu geven we ook de gemeenschap de gelegenheid om hun materiaal dat thuis ligt niet zomaar in de ton weg te gooien zodat het ergens op bij Lanti terechtkomt en in de natuur terechtkomt, maar dat we het op een verantwoorde manier afvoeren. We verdienen daar geen geld aan, dat geef ik even expliciet door. Het is gewoon een sociaal project dat we doen voor de samenleving. Om mensen die oud materiaal thuis hebben, dat gewoon zit, om ze de kans te geven om het op een correcte manier af te voeren. De branches Sonnebloemstraat, Lelydorp en Noord starten met het plaatsen van 1 barrel per locatie, geeft de Asraf aan. Er zitten veel gevaarlijke chemische stoffen in oude elektronische apparaten die vooral schadelijk zijn voor jonge kinderen. Dus het moet op een verantwoordelijke manier worden opgeruimd, meent Asraf. We beginnen natuurlijk eerst klein. Het is een pilotproject eigenlijk om te zien hoe het aanslaat in de Surinaamse samenleving. Dus vandaar dat we met deze tonnen zijn gestart. U ziet, het is heel mooi beschilderd door de kinderen van de hub. En om een beetje dat natuurelement ook naar voren te brengen. We beginnen eerst met wat past in deze barrels. Omdat het ook opgehaald moet worden en verwerkt moet worden. Als we zien dat de behoefte groter is. Kijk, het is niet alleen een TeleSuur-project. De hub en Stubula die zijn er ook allemaal mee bezig. De bedoeling is dat wij als samenleving zelf bewuster van gaan worden. Dat we dit soort materiaal niet gewoon in de natuur moeten laten terechtkomen en niet gewoon wegwerpen in de, met de vuilnis als die wekelijks of wanneer wordt opgehaald. Dus wij creëren ook gelegenheden, maar wil niet zeggen dat alleen TeleSuur dit moet doen. Dus dat de hele gemeenschap ook moet kijken hoe kunnen wij op verantwoorde wijze ons materiaal afvoeren. De barrels worden 1 keer in de week opgehaald door een van de bedrijven die ervaring heeft om e-waste te recyclen.